Die bedreigingen die logen er niet om. Ik sla je voor je kankerkop als je me zo'n flyer geeft. De vrouwen die folders uitdeelden voor de campagne Vrije Partnerkeuze, die zijn beveiligd. Ja, dat klopt. We hebben grimmige berichten gekregen over het flyeren en de posters. Die bedreigingen die logen er niet om. Ik sla je voor je kankerkop als je me zo'n flyer geeft. Dit is echt een nieuw dieptepunt. Het laat zien waarom de campagne keihard nodig is geweest. Vrije keuze is dus absoluut niet vanzelfsprekend. En als zelfs degenen die ervoor opkomen al worden aangevallen, dan kan je je niet voorstellen hoe erg het binnen de gemeenschap moet zijn. Er zijn individuen die het niet eens zijn met de postercampagne en die ons dan bellen en anoniem grimmige berichten twitteren. En dat maakt het nodig om beveiligd te flyeren. Je hoeft niet te raden uit welke hoek deze bedreigingen komen. Dat is uit de patriarchale cultuur. Dus dat zijn de mannen die deze vrouwen onder de duim willen houden, die deze bedreigingen uiten. Newsflash, we pikken het niet. Dat zo'n postercampagne zoveel reacties opwekt, is een signaal dat dit niet gewoon is in heel veel gemeenschappen. We gaan geen seconde, absoluut geen seconde, een stapje terug doen omdat dit soort idioten het nodig vinden om ons te bedreigen. Sterker nog, het is alleen maar een reden om een stapje verder te doen en nog wat harder op die teentjes te trappen. Vrije Partnerkeuze is gestart in Rotterdam, maar als ik u zo hoor, dan wilt u het ook landelijk. Ja, ik wil het heel graag landelijk en heel veel mensen in het land willen het landelijk hebben. Amsterdam is er al mee begonnen en wij zijn bezig met de ontwikkeling van de campagne in Amsterdam. Dus Nederland, watch out, we komen eraan en vrije partnerkeuze, mensenrechten, vrouwenrechten voor iedereen.